Adem en een gezonde mond. Dat willen wij allemaal. Maar wat doen wij er zelf aan om dat te hebben? De spijsvertering begint al in de mond en daarom is het belangrijk een schone en gezonde mond te hebben. Het hebben van een gezonde mond is heel belangrijk omdat je ten eerste gewoon heel oud wilt worden met je mooie tanden die je hebt gekregen. Je hebt je tanden nodig. Je spijsvertering begint in je mond. Op het moment dat je voedsel tot je neemt en je begint met kauwen, zal je dan ook merken dat dat vermengd wordt met speeksel. En als jij je tanden of kiezen niet hebt, dan, of ze hebben gaatjes of je mond is niet gezond, dan zal dat al bemoeilijkt worden. Je kan, zoals ik eerder al aangaf, een hoop ziektes krijgen. Met name tandvleesontstekingen waar mensen eigenlijk niet van merken dat ze dat hebben. Omdat het proces heel erg langzaam aanloopt. Maar ten tweede is het ook heel erg belangrijk voor je algemene gezondheid om een goede mondhygiëne te hebben of een goede mondgezondheid te hebben. Omdat dat heel nauw met elkaar samenhangt. Jouw mond is de poort tot het lichaam. En op het moment dat je daar al fout gaat, zul je ook merken dat je bijvoorbeeld maag-darmproblemen kunt krijgen. Maar verder is het ook wetenschappelijk bewezen dat bijvoorbeeld ziektes, de NCD's, de niet overdraagbare aandoeningen, zoals diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, maar ook botontkalking, is allemaal gerelateerd met ziekte in de mond en met name parodontitis. Er zijn een aantal factoren waarnaar gekeken wordt als het gaat om een gezond gebit. En het gaat eigenlijk niet alleen om het gebit, het gaat eigenlijk om de mond. Want dat is vaak waar het een beetje fout gaat. Men kijkt naar de tanden en als die tanden er mooi uitzien, dan zal het wel goed zijn. Maar uiteindelijk is het fundament het allerbelangrijkste. Want die tanden die zitten vast in een fundament. En dat is net als wanneer je een huis bouwt, dan moet je eerst een goed fundament hebben wat niemand ziet. En dan wordt dat mooie huis opgetrokken. En dat heb je in de mond eigenlijk ook. Het fundament is eigenlijk het tandvlees, het kaakbot, alle vezels die ervoor zorgen dat je tand in je mond blijft zitten. Dat moet gezond zijn. En dat is een onderdeel waar heel vaak overheen gekeken wordt tijdens de controles. En daar zijn wij als mondhygiënisten in gespecialiseerd. Wat heel vaak voorkomt is het hebben van een slechte adem. Daar liggen vele oorzaken ten grondslag, maar daar wordt niet graag over gesproken. Het is wereldwijd hoor, het feit dat er niet gesproken wordt over een slechte adem. Op het moment dat je uit je mond zou reiken, zou ik dat als jouw collega niet melden, omdat ik me bezwaard voel om dat met je te bespreken. Maar het is wel voor de persoon die een slechte adem heeft wel fijn als hij het dan weet en er dan ook wat aan kan doen. Want de oorzaken daarvan zijn vaak dieperliggende oorzaken. Het wordt gezocht heel vaak in de maag hoor je, of darmen, of verzin het. Maar 85% van de gevallen ligt de oorzaak in de mond. Dus dat is het eerste belangrijke. Ga niet direct heel ver zoeken, zoek het eerst in de mond. De tong is een hele belangrijke bron van bacteriën, waar we heel hard ons best doen om dat schoon te krijgen met de tandenborstels die we hier in de winkel kunnen kopen. Alleen is dat niet voldoende. Dus daar ligt vaak de bron. We hebben natuurlijk de amandelen die daarvoor zouden kunnen zorgen. Maar heel, heel, heel erg vaak ligt het eraan dat men een tandvleesontsteking in een zodanige staat heeft dat gaat stinken. En dan kun jij hele dure tandpasta's kopen. Je kan elke dag hals gebruiken of de hele dag hals gebruiken. Je kan dure mondspoelmiddeltjes aanschaffen. Maar je zult merken dat dat niet gaat helpen, want je hebt dan wel echt een parodontale behandeling nodig van de mondhygiënist. Het moment dat jij een flosdraadje tussen je tanden langs haalt of met je tandenborstel poetst en het bloed, dan is het ontstoken. Je hoeft daar niet over te twijfelen, je hoeft niemand niets te vragen. Je moet weten dat het dan niet oké is en dat je absoluut actie moet gaan ondernemen voordat het te laat is. Het
proces van tandvleesontstekingen loopt heel langzaam aan, hoor. Dus het is niet zo dat je van de een op de andere dag je tanden verliest als je een tandvleesontsteking hebt. Maar des te meer is het dus goed preventief te behandelen. Daarnaast is het ook zo dat je het kan zien. Als je naar je tandvlees kijkt en je ziet dat het een beetje opgezet is, een beetje rood of soms zelfs paars. Je misschien wat zwarte schilfertjes langs de randjes ziet. Ga daar niet vanuit dat dat gaatjes zijn. Meestal is dat gewoon tandsteen en heb je een tandvleesontsteking. Als je tanden los zitten, is het niet oké. Dan weet je dat je heel ver van huis al bent. Dus tandvleesontstekingen kun je zelf daaraan herkennen. Maar voor de echte diagnose zul je toch door een professional, en in dit geval is dat de mondhygiëniste, gescreend moeten worden. En daar is deze projectweek ook voor. Een gezonde mond begint bij het poetsen. Het motto van de Wereldgezondheidsdag, dat is morgen 20 maart. Het motto van dit jaar is ook van hey, CA en act on mouth health. Dus als we het daarover hebben, denk ik dat het belangrijk is om aan te halen dat we alvast kunnen beginnen met het aanschaffen van een goede tandenborstel. En op het moment dat je dat hebt en ook weet hoe je die tandenborstel goed moet gebruiken, zul je zeer waarschijnlijk al 80% van het werk gedaan hebben. En ook let op je eetmomenten, dat je echt maar 7 eetmomenten hebt per dag. Zorg dat je een goede fluoride tandpasta hebt. Er is van alles te koop, van met neem, met aloe vera, met zonder af fluoride, noem het op. Het is nog steeds wetenschappelijk bewezen dat alleen fluoride je gaat kunnen helpen om je tanden aan te sterken. Dus zorg ervoor dat je een goede fluoride tandpasta daarbij gebruikt. Ik heb hier een voorbeeld van een goede tandenborstel. Deze is van Sousadent. En als je zo al naar die borstel kijkt, wanneer je een borstel koopt, is het wel belangrijk om naar bepaalde punten te kijken. Zo zie je al dat die borstel een mooie kleine kop heeft. Het is heel goed om te kijken wanneer die borstel nog in de winkel, in de verpakking zit. Kijk naar de lengte van de borstelkop. Die borstelkop mag nooit langer zijn dan het laatste kootje van je pink. Dat is heel belangrijk. En dan weet je zeker dat hij in je mond past. Vervolgens is het belangrijk om erop te letten dat de haartjes altijd recht zijn afgeknipt of afgesneden. Zodat je overal goed bij zou kunnen komen. En ten derde is het goed om eens tussen die borstelharen er doorheen proberen te kijken. Als je er doorheen kan kijken, als je door het bos heen kan kijken, is het geen bos. Dat betekent dat je dus een borstelkop nodig hebt met een grote dichtheid aan haartjes. Vaak zitten er te weinig haartjes op die borstelkop, waardoor je niet alles wegkrijgt. Vervolgens is het fijn dat je steel recht is. Dat niet allerlei rare hoeken in zitten. Maar als hij recht is, weet je ook dat hij nergens tegenaan stoot. En je dus goed achterin kunt komen. Nou, als we gaan poetsen, is het heel erg belangrijk dat je let op hoe je je borstel houdt. Er is een wetenschappelijk onderzochte poetsmethode. Dat heet de BAS-methode. Je kan hem googlen, ga je hem ook vinden. De BAS-methode geeft aan hoe je het beste effectief met je handtandenborstel de plak kan verwijderen. En dat doen we als volgt. Je zet je tandenborstel voor de helft op je tand, voor de helft op je tandvlees. En dan draai je hem 45 graden naar het tandvlees toe. Zodat die haartjes dus in dat tandvleesrandje komen waar die plak ontstaat. En dan ga je poetsen. Je poetst 10 tellen op één plek, zodat je ongeveer 2 kiezen per keer poetst. Neem wel je tijd, echt 10 tellen. En dan schuif je hem een stukje op en dan poets je de volgende 2 tanden. Dat is hoe je het beste effectief plak kan verwijderen met je handtandenborstel. Werk tot aan het midden en dan ga je aan de andere kant weer van achter naar voren toe. Een vaste volgorde met het poetsen is zeer cruciaal, omdat we gewoon als mensen geneigd zijn om altijd dezelfde plekken te poetsen zonder dat je het doorhebt. Dus ik zeg altijd, begin aan de binnenkant van de onderkaak, dat is het moeilijkst. Zet hem voor de helft op je tand, voor de helft op je tandvlees, draai hem 45 graden naar het tandvlees toe en begin dan met poetsen. Maak je heel je ronde. Wanneer je bij je hoektand aankomt, zie je dat een deel van je borstelharen je tanden niet raakt, waardoor je je borstel dus moet gaan draaien en op die manier tand voor tand gaat poetsen. Totdat je weer bij je andere hoektand aankomt en dan begin je weer van achteren
naar voren toe. Doe je de binnenkant, de buitenkant. En vervolgens op je kiezen mag je schrobben. Dus dat is de volgorde. Poets eerst de binnenkant, vervolgens de buitenkant. En dan op je kiezen. Dan weet je zeker dat je alle plekken hebt gehad in de bovenkaak. Doe je dus precies hetzelfde. Eerst de binnenkant. Hier. Eerst de binnenkant, vervolgens de buitenkant. En dan op je kiezen. Leerdaam laat nog weten wat slecht is voor ons gebit. Kijk, onze tanden hebben we gekregen om ons voeding goed te kunnen vermalen en op die manier goed in leven te blijven. Hè? We gebruiken die tanden vaak ook om bierflessen open te maken, om walnoten te kraken, om plastic zakjes te scheuren, om weet ik veel. We doen er van alles mee. Daar is het niet voor. We hebben bestek, we hebben allerlei hulpmiddelen om die dingen te openen. Dus dat als eerste. Ijskouwen zijn ook dingen. Kluiven hoeft allemaal niet. Het is soms misschien wel lekker, maar je tanden zijn niet daarvoor gemaakt. Dus dat ten eerste. Het zijn meestal de gewoontes. Als we het bij de gewoontes houden, kom je dan ook op het gebruik van alcohol. Het gebruik van het roken. Maar ook de manier waarop we het trachten te onderhouden. We doen natuurlijk ons best. Je kan niet altijd. Je kan niet wakker worden en opeens als kind weten hoe je poetsen moet. Maar dat wordt helaas wel van ons verwacht. Dus we doen ons best met het poetsen, maar vaak gaat dat poetsen niet goed. En daardoor krijg je dus ook een hele hoop mondproblemen. En ik denk tenslotte ook het feit dat we heel veel eten. We hebben heel veel voedingsmomenten op een dag. Terwijl het advies is om echt maar 7 voedingsmomenten te hebben op een dag. Zodat je niet constant van die zuuraanvallen hebt op je tanden. Het feit dat men niet aan voor de controles gaat. Dat is ook iets wat heel slecht is voor je mond. Eigenlijk de 2 ziektes die ik aanhaalde, de meest voornaamste ziektes, zijn ziektes die verlopen in een langlopend proces. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Dus als jij vandaag kiespijn hebt, loop je waarschijnlijk al 2 jaar met dat gat rond. Als je in die 2 jaren al een aantal keren was geweest voor controle, hadden we dat misschien heel simpel kunnen voorkomen met een andere fluoride tandpasta of een lakje of een instructie. En dat is wel heel jammer. Dus ik denk dat dat de voornaamste dingen zijn. Digital Talents Academy is een instituut waar je ICT-trainingen kan volgen, waar je een carrière mee kan beginnen en je huidig werk kan verbeteren. In het kader van Internationale Dag van de Vrouw heeft dit instituut de Women in ICT Summit 2019 georganiseerd. Omdat vrouwen echt in de voorhoede zijn van alle ontwikkeling. Overal waar je komt zie je dat vrouwen daar het hef in handen hebben of in ieder geval op key functies zijn. En het kan daarin ook nog beter, maar ik denk dat de empowerment die de vrouwen nu hebben voldoende is om hun verder te krijgen. Wat ze nog moeten leren is hoe kunnen ze ICT gebruiken om hun werk te verbeteren. Daarom hebben we dus voor vrouwen gekozen. Wat we willen is dat vrouwen die bewustwording die ze al hebben, toch? Want mensen weten al, als ik verder wil in mijn carrière, moet ik ICT gaan toepassen. Als ik mijn bedrijf een beter concurrentievoordeel wil geven, moet ik ICT gaan toepassen. We willen dat het leren van ICT laagdrempelig wordt gemaakt voor mensen. Dus dat is een van de doelen, dat ze het niet meer een ver van mijn bed show vinden. Daarom hebben we hier ook demo's te geven van dingen die nu al in Suriname gebeuren. Zodat ze zien van, oh, het is er al. En een vrouw zoals mij doet het ook, dus ik kan het ook doen. Dus we brengen het wat dichter bij huis, het wordt laagdrempeliger. En we hebben ze ook wat tools geleerd waarmee ze zelf kunnen leren. Ja, je kan hier op de academy komen en leren. Maar als je wil, kan je ook online leren. Dus dat hebben we eigenlijk als doelstelling gehad en ik zie dat het wel goed wordt bereikt. ICT is heel belangrijk voor Suriname. Heel erg belangrijk. Ik denk dat als we kijken naar het buitenland, we toch nog een beetje achtergestelde positie hebben. Je kan heel veel met het digitale. En Suriname moet zich daarin verder gaan ontwikkelen. Voor mij, ik kom zelf van een IT-achtergrond. Ik heb zelf geen IT gestudeerd. Ik ben me erin gaan verdiepen.
Maar ik zie wel, laat me zeggen, ik zie de meerwaarde wel in. Want we zijn dagelijks bezig en we willen efficiënt werken. En door efficiënt te gaan werken en effectiever te gaan werken, gaan we moeten digitaliseren. En ook de theorieën van nu geven aan dat bijvoorbeeld HR zich ook moet gaan verdiepen in de technologie. Dat we niet angstig moeten zijn om te digitaliseren en om dat ook in ons werk te gaan incorporeren. ICT is heel belangrijk. Je ziet het al opkomen eigenlijk. Hoppa.sr, www.hoppa.sr is dus een website eigenlijk waar je Surinaamse ondernemers eigenlijk ondersteunt. En ook gewoon eindgebruikers die producten tot hun huis geleverd kunnen krijgen. Dus je ziet dat het komt, weet je. Het is niet dat het nieuw is in Suriname. Maar we moeten meer, weet je. Iets als mobile apps. Suriname moet misschien ook een WhatsApp gaan maken of iets. Of een Facebook-applicatie. Weet je, dat hebben we ook nodig in Suriname. Weet je, zo kan je... Ja, ik ben geen econoom, maar ik denk, zo kan je ook geld genereren in het land, hè. Dus het is heel belangrijk voor Suriname, vooral in deze economische situatie. Moeten we dat ergens gaan benutten. De Women in ICT Summit 2019 is voor de eerste keer georganiseerd op de Academy en is bestemd voor alle vrouwen in Suriname. En ook van verschillende achtergronden, want mensen vragen me, moet ik een bepaalde opleidingsniveau hebben? Nee, ik breng het juist heel makkelijk. Ik leg het voor wat ik zie in de zaal, kan iedereen, elke leeftijd doet lekker spontaan mee, dus het spreekt iedereen ook goed aan, ja. Ik heb geparticipeerd aan de summit, omdat ik sinds kort ben gestart als virtual assistant bij Savannah's Virtual Services. De naam zegt het al, virtual. Dat betekent dat we eigenlijk virtueel onze diensten aanbieden. Virtueel je diensten aanbieden betekent dus ook dat je kennis moet hebben van de ICT. En deze summit is eigenlijk meer dan een eye-opener geweest om te kijken naar de meerdere mogelijkheden die eigenlijk deze wereld biedt. IT is niet onbekend bij mij. Ik kom zelf ook van een IT-bedrijf. Dus ik ben ook momenteel bezig met een project zelf. Een webapplicatie bouwen. Ik ben niet de developer. Ik heb iemand die dat voor me doet. Maar ik doe de businesskant. En ik kreeg het idee dat het een awareness aan zich zou zijn voor vrouwen. Om ze bewust te maken hoe ze IT kunnen incorporeren in hun werk. En dat was het ook, inderdaad. Ik vond het heel erg interessant om in contact te komen ook met andere vrouwen. Want voornamelijk ben ik ook bezig te netwerken. En dat is een heel sterke tool die je kunt toepassen om je business te laten groeien. En als je netwerk uitbreidt. En in feite heb ik ook wat bijgeleerd natuurlijk. Want Anoushka heeft bijvoorbeeld aangegeven dat we net een hive van bijen zijn. En zo moeten we onze business ook ondersteunen. Wij vrouwen met name. Dat we elkaar ook moeten stimuleren om groei te maken in de maatschappij. En dat we elkaar niet moeten neerslaan. Ik verwachtte dat ik iets zou doen met mijn laptop of opdrachten zou krijgen. Een quick thing, een quick workshop. Maar ik heb meer dan dat gehad, omdat ze ons eigenlijk... Het was een eye-opener om te zien wat daar buiten is in hun ICT-wereld. Op het gebied van social media kun je dat inzetten. Er worden hier trainingen gegeven. Dus je kunt op velerlei gebieden op ICT kun je hier je kennis vergroten. Ze hebben een hele mooie visie. Dat sprak me echt enorm aan. Om met name vrouwen te helpen om zichzelf op ICT-gebied hun kennis te vergaren. Maar ook om elkaar op een hoger level te tillen. De bijdrage die je moest geven, dat vond ik echt geweldig. Waar kom je dat nog tegen? Ik zie dat er hier een hele mooie saamhorigheid is. De mensen van Spang Makandra echt Suriname op een hoger level willen tillen. Om je kennis te vergroten. Niet meer naar het buitenland, maar investeren in de kwaliteit en de talenten die we hier hebben. Dus dat heeft me echt enorm aangesproken. Hoe goed vrouwen het in ICT doen, in de ICT-wereld, is eigenlijk moeilijk te zeggen. Omdat je moet kijken, waaraan meet je dat? Ik heb vandaag heel veel gesproken over het internationaal niveau. En op een internationaal niveau werken, daar zijn we nog met z'n allen heel ver weg van. We moeten onszelf nog heel goed gaan scholen en die skills gaan opdoen om op het internationaal niveau te kunnen werken. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. In de totale ICT-wereld kunnen we het nog steeds beter doen om echt fully international te zijn. Ja, er zijn een aantal bedrijven die het al doen. Maar met dat klein aantal dat er is, ga je niet de economie diversificeren. En dat is trouwens ons doel.
Wegens het groot aantal aanmeldingen wordt er een tweede Women in ICT Summit gehouden op 3 april 2019. Jaarlijks organiseert Digital Talents Academy in samenwerking met Spamacandra de Creative Week. Voor dit jaar is dat gepland voor de maand mei. We'll be right back.